Hoi, ik denk ik ga eens even weer een videootje opnemen. En dit keer wil ik met je hebben over intuïtie. Want er wordt veel gezegd over intuïtie. Intuïtie is hot en nou ja, weet je, een te pas en te onpas wordt het woord eigenlijk gebruikt. Dus voor mij gaat het eigenlijk meer over zuivere intuïtie. Zuivere intuïtie is namelijk iets wat voorbij gaat aan een onderbuikgevoel of ervaring opgebouwd in het verleden die je dan zo pop tot je beschikking krijgt. Dat is ook intuïtie. Maar zuivere intuïtie gaat voor mij veel een laagje dieper, zeg maar. Het gaat erover dat jij je kan verbinden met ja, dat wat ons allen verbindt. Een soort verbindend veld, het kwantumveld of de essentie. En als je dat doet, als je daarmee kan verbinden en ja, je intuïtieve kanalen openzet, ja. Dan kunnen er plotseling dingen gebeuren die normaal niet zouden kunnen gebeuren. Of dan kan je in je coaching met anderen of advisering van met anderen, kan je plotseling de vinger zo snel op de zere plek leggen. En kun je ook aanvoelen, zien, weten wat de oplossingsrichting is. Op een veel makkelijkere manier dan dat je allerlei methodes gaat toepassen en dat je een 25-stappenplan moet toepassen. Want intuïtie. Is dus voor mij iets helders, iets zuivers, iets directs. En niet iets wat je gaat zitten malen. Nou, intuïtie komt, ja, wat mij betreft, in zes smaken. Waarvan je er verschillende kunt hebben. En één daarvan is dat je beelden krijgt, dat je dingen ziet. Dat je ja, helder ziet wat er nodig is. Of helder beelden krijgt van wat er aan de hand is en waar de oplossingsrichting zit. Een andere is het helder voelen. Ja, en dat zit wel in je buik, alleen gaat dat voorbij aan emoties, verlangens, angsten. En daarom is dat woord helder ook. Is het iets wat je direct voelt, wat je ook voelt waar een soort zuiverheid in zit en niet meer de vertroebeling. Heb je ook weten, dat zit ja, in je hoofd, maar dat is geen nadenken, dat is niet rationaliseren, dat is een helder weten dat je vlot het flits binnen. Dat je plotseling aan iemand moet denken, of dat je plotseling een woord binnenkrijgt, of een zin, of dat je plotseling weet wat er aan de hand is, of weet waar het probleem zit. Een andere is het helder horen. Dus dat je ja, niet met je oren hoort, maar van binnen een stem hoort of tekst hoort. We hebben ook nog helder ruiken, helder proeven. Dus dat je geuren ruikt of smaak. Krijgt, smaak proeft, die er niet is, zeg maar. Nou, al deze kanalen, die geven jou informatie. Maar wat we gewend zijn, is om dat allemaal weg te rationaliseren. Of nee, we moeten het kunnen begrijpen. Hè? Het moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. We moeten het kunnen waarnemen met onze vijf zintuigen. En in de loop der jaren heb je dat dus een beetje leren afvlakken. Maar eigenlijk is iedereen super intuïtief. En heb je al die kanalen, heb je gewoon. En het gaat er dus om daar weer meer vertrouwen in te krijgen. Nou, wat je dus dan kunt doen, is dat je tegen jezelf gaat ontdekken van wat is voor mij nou één van die kanalen, die ga ik de komende tijd eens wat actiever inzetten. Daar ga ik eens wat meer gebruik van maken. En je kan op verschillende manieren kan je die intuïtie gebruiken. Je kan het gebruiken als je belangrijke beslissingen moet nemen. En dan kan je dus vragen van, hey, maar geef mij een beeld van die beslissing of van het gevolg van die beslissing. Of geef me een gevoel of geef me een tekst die erbij hoort of geef me een weten. Dus je kunt ook gewoon die verschillende kanalen aanspreken. Je kunt het ook doen als je bijvoorbeeld een belangrijk gesprek met iemand hebt. Dat je daar eens intuïtief contact mee gaat maken. Van wat moet ik in dat gesprek doen of juist niet doen. Of als je het in je werk, als je met een ander aan het coachen bent. Of als je met een ander aan het adviseren bent. Dat je gaat kijken van hey, wat gebeurt nou tijdens dat gesprek. Krijg ik daar al signalen of krijg ik daar inzichten al. Die ik normaal eigenlijk wegvaag, want dat is wat er gebeurt. Het gebeurt in een flits. En dan denk je, oh ja, maar ja, dat kan niet. Of dan ga je erover nadenken. Maar het gaat er juist om dat je dus die eerste flits gebruikt. Leg die maar gewoon eens op tafel. Hey, ik krijg een beeld van van een konijntje wat aan het huppelen is. Wat gebeurt er dan bij jou? Dat is natuurlijk heel raar. Dus dan zeg je even, kleed je dat even in. Ik doe even een experiment. Maar kijk maar eens wat er gebeurt. Nou, je kunt het ook gebruiken voor je eigen bedrijf. Dus dat je vraagt van ik moet nieuwe klanten, hoe moet ik dat doen? Geef daar eens een beeld van. Of kan ik daar een woord bij krijgen? Of welk gevoel
hoort hierbij. Of je gaat verschillende mogelijkheden. En bij iedere mogelijkheid vraag je aan je helder gevoel van wat zegt het hierover. Dus waar ik eigenlijk voor wil aanraden, zeg maar, is om die intuïties in te zetten en dan echt je zuivere intuïtie. Dus ook daarin te gaan experimenteren van wanneer is die zuiver, wanneer wordt die vertroebeld door angsten, verlangens. En die verschillende kanalen eens te proberen. Want we zijn altijd gewend om, ja, we moeten ons onderbuikgevoel volgen. Maar dat is intuïtie is niet alleen maar je onderbuik. En tenslotte om het op verschillende plekken in je leven in te zetten. Dus in je privévraagstukken, zakelijke vraagstukken, in je bedrijf, in je contact met klanten. Want op alle niveaus kan je die intuïtie inzetten. Ja, en wat mijn ervaring is dan, ja, dan gaat het zoveel makkelijker. Want dan hoef je geen coachgesprek voor te bereiden, dan gaat je marketing vanzelf, dan ja, neem je automatisch de juiste beslissingen. Dus ik ben heel benieuwd wat jouw ervaringen zijn op dit gebied. Laat het hier onderachter in een berichtje en dan reageer ik daar ook weer op. Veel plezier!